Nou, zo maak je BNS-saus. Hoi, in deze video wil ik je laten zien hoe je heel eenvoudig thuis een heerlijke BNS saus kan maken of een Hollandaise saus. Nou, er zijn een aantal dingen waar je op moet letten. Ten eerste een klein beetje olie tijdens het inkoken van je gastriek, een aubergine constructie voor het opkloppen van je dooiers en een klein snufje maïzena om het klonteren van je dooiers te voorkomen. Ik doe dooiers in een kom die ik boven een pan met heet water kan zetten en dan zeef ik mijn gastriek erboven. En de gastriek, dat is de basis voor een béarnaise saus. Voor een Hollandaise saus kun je gewoon een beetje citroensap gebruiken. En je kunt de recepten nalezen op mijn site. Dan doe ik een mespuntje maïzena bij die dooiers en die gastriek. En dat zetmeel, dat zorgt ervoor dat die dooiers minder snel gaan klonteren als ze heet worden. En ondertussen smelt ik mijn boter in een pan. Dan klop ik mijn dooiers aubergine, omdat ik dan veel meer controle heb over de hoeveelheid hitte die op die dooiers komt. Nou, mijn basis is mooi dik. Die dooiers die zijn gegaard zonder dat ze roerij zijn geworden. Nu kan ik die boter erbij gaan doen. Dan moet je goed roeren. Doe er telkens een beetje boter bij en roer dan tot die saus weer glad is. Nou, je kan dit vergelijken met gewoon mayonaise maken. Dan gebruik je ook dooiers in je basis en dan druppel je er heel langzaam olie bij. En nu gaat er gewoon warme boter bij. Goed, dan kan ik nu mijn saus af gaan maken. Klassieke béarnaise saus. Daar gaat een beetje gehakte kervel in en een beetje gehakte dragon. En natuurlijk een klein beetje zout erbij. Goed roeren. En ja, deze saus die kan je niet opwarmen, dan gaat die schiften. En wil je je handen vrij houden als je 's avonds gasten hebt zitten, dan kan je hem al 's middags maken en dan bewaar je hem gewoon in een goed voorverwarmde thermosfles. Nou, zo maak je béarnaise saus.